Van enorme regenval tot absurd hoge golven. Het weer is onvoorspelbaar. Dit lijstje zal gaan over de top 10 bizarre weerrecords en bereid je dus maar voor om versteld te staan. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de koudste temperatuur die ooit gemeten is, kijk dan even onze top 10 over de koudste plekken. Wij Nederlanders zijn echte zeurders en tot al de dingen waar wij over zeuren behoort ook het weer. Zo zijn we niet blij wanneer het te warm is, maar is het ook weer niet goed als het dan weer afkoelt. Ondanks dat Nederland nou niet het beste weer heeft, is het verreweg niet het slechtste. Wij hebben namelijk bijna nooit last van extreem weer, terwijl dat in andere landen zoals de Verenigde Staten wel het geval is. De meeste plekken op het lijstje zijn ook in Amerika, dus voor de mensen die heel slecht tegen extreem weer kunnen, is het verstandig om daar niet heen te emigreren. Dit betekent echter niet dat we in Nederland veilig zijn voor bizarre weerrecords. Zo is één van de plekken op dit lijstje in ons mooie landje. Hoe dan ook, dit zijn de top 10 bizarre weerrecords. Veel kijkplezier! Je zal vast wel eens geklaagd hebben over dat het regende. Maar die regenbui van toen was waarschijnlijk niks vergeleken met de bui die de inwoners van Sillaals te verduren kregen. Dit Franse eilandje in de Indische Oceaan kreeg in 1952 van 15 maart tot 16 maart te maken met enorme regenval. Zo kwam er 1854,2 mm aan regen in 24 uur naar beneden. Omgerekend naar meters is dit 1,85. De meeste mensen zijn niet eens zo groot. Sillaals heeft ook het wereldrecord voor meeste regenval in 12, 72 en 96 uur in bezit. Death Valley is een woestijndal in Californië en heeft zijn naam onder andere te danken aan de hoge temperaturen in het gebied. Zo heeft de Doodsvallei het wereldrecord hoogste grondtemperatuur in bezit. Op 15 juli 1972 werd er in de vallei een grondtemperatuur gemeten van maar liefst 93,9 graden Celsius. Dan valt dat hete zand bij de zee nog best mee. De hoge temperatuur in Death Valley, die het menselijk leven daar vrijwel onmogelijk maakt, is niet de enige reden waarom het gebied zo heet. Het dal kreeg zijn naam in 1849 van immigranten die de vallei over wilden steken op weg naar goud. Enkele goudzoekers raakten de weg kwijt en vreesden te zullen omkomen. Er werd besloten de groep te splitsen. De ene groep heeft het niet overleefd. Een vrouw uit de groep van overlevers zou, toen ze de vallei verliet, zich hebben omgedraaid en hebben gezegd: "Goodbye, Death Valley." In Nederland hebben we steeds vaker met sneeuw te maken. Wat wij in Nederland hebben qua sneeuw is niets in vergelijking met wat de inwoners van het Italiaanse dorpje Capracotta op 5 maart 2015 moesten verduren. Op die datum viel er namelijk 265 centimeter sneeuw naar beneden in het dorp, wat omgerekend meer dan 2,5 meter is. Capracotta nam hiermee het record over van het Amerikaanse dorpje Silver Lake in Colorado. In Silver Lake viel er in 24 uur zo'n 193 centimeter sneeuw, en dit was dus een stuk minder dan in Capracotta. Hierbij moet ook nog even gezegd worden dat het in het Italiaanse dorpje eigenlijk maar 18 uur sneeuwde, terwijl het in Silver Lake ook echt een volle dag aan het sneeuwen was. Sneeuw is in Capracotta erg normaal. Het dorp ligt in de Italiaanse Appenijnen op een hoogte van 1400 meter en is voor sneeuwliefhebbers daarom ook een ideale plek. Wat zou je doen als er in Nederland ook zoveel sneeuw zou vallen? Laat het weten in de comments. Er zijn gelukkig geen gebieden in Nederland die een internationaal weerrecord in bezit hebben. Maar dat betekent niet dat wij altijd het ideale weer hebben. Zo is het in Winterswijk wel eens min 27,4 graden Celsius geweest. Het dorp doet zijn naam dus wel eer aan. Het is in Nederland ook extreem warm geweest. Het tikte meerdere keren bijna de 40 graden aan. In Warnsveld was het op 23 augustus 1944 maar liefst 38,6 graden Celsius. En dat is een temperatuur die je gewoonlijk in gebieden als het Midden-Oosten tegenkomt. Nederland staat qua gemiddelde temperatuur prima in het midden en daarom zijn periodes van enorme hitte of kou zeldzaam hier. Heftige wind komt in Nederland echter veel meer voor en zo was de hardste windstoot op 5 november 1948 in Vlieland te vinden, met een snelheid van 202 km per uur. Niet echt fietsweer zou je kunnen zeggen, tenzij je wind mee hebt natuurlijk. Ondanks dat die windstoot erg sterk was, viel het relatief nog mee. De hardste windstoot ooit gemeten vond plaats in Oklahoma City, met een snelheid van maar liefst 484 km per uur. Dat is nog harder dan de opstijgsnelheid van een Boeing 737. De meeste mensen hebben een hekel aan regen, want vrijwel niemand heeft de behoefte om onderweg naar iets doorweekt te worden.
Regenval gaat meestal gepaard met kou, maar dit is niet altijd het geval. In het Amerikaanse dorp Needles was de regentemperatuur tijdens een regenbui een keer 46 graden Celsius. Het grootste gedeelte van de regen haalde de grond niet, maar de inwoners van de stad hadden zeker het gevoel dat ze zich in een sauna bevonden. Needles nam daarmee trouwens het wereldrecord over van Saoedi-Arabië. In het land uit het Midden-Oosten werd de regentemperatuur gemeten van 43 graden. De inwoners van Needles stonden dus eigenlijk gewoon onder een warme douche. Er zijn ergere dingen, nietwaar? Een megagolf, het is de droom van elke surfer. De hoogste golf ooit gemeten ontstond op 9 juli 1958 in Alaska Lituya Bay. De tsunami ontstond door een aardbeving. Die zorgde er namelijk voor dat er grote rotsblokken het water in vielen. Hierdoor ontstond er een golf die een hoogte bereikte van 500 meter boven zeeniveau, wat hoger is dan de meeste wolkenkrabbers. De impact van deze tsunami was relatief klein, want Lituya Bay is een afgelegen gebied en er woonden dus eigenlijk geen mensen. Wel waren er op het tijdstip van het ontstaan van de golf vissers aanwezig en twee van die vissers hebben zelfs hun verhaal gedaan in een documentaire. Dit voorval is het bewijs dat megatsunamis bestaan. Een megatsunami is een hele grote golf die wordt veroorzaakt door een verplaatsing van materiaal in een watermassa. De rotsblokken waren in dit geval dat materiaal. Wat zou jij nou doen als er zo'n enorme golf op je afkomt? Laat het weten in de comments. In Nederland zijn we gek van schaatsen en weten we altijd weer te klagen over te dun ijs. Nu hebben we tijdens de winter ook wel vrijwel nergens schaatsijs, maar voor de echte natuurschaatsers heb ik de oplossing. Wilkesland is een gebied in Antarctica en deze plek heeft het wereldrecord dikste ijs op zijn naam staan. De dikte van het ijs was daar op 4 januari 1975 maar liefst 4780 meter. Dus natuurschaatsers, dit is jullie ideale vakantieplek. De ontdekking van het dikke Wilkesland-ijs maakt duidelijk dat het ijs op Antarctica veel dikker is dan was gedacht. Blijkbaar worden sommige gebieden op de poolgebieden niet nadelig aangetast door het versterkte broeikaseffect en daardoor kan het ijs zijn dikte behouden. Dit komt door de wind die van west naar oost over Antarctica gaat. Hierdoor hoopt het ijs zich namelijk op, bevriest het zich weer en hervormt het zich tot dikker ijs dan voorheen. Over dit weerrecord heb ik al een en ander verteld bij Nederlandse uitschieters, maar er is meer. In 1999 werd Oklahoma getroffen door een tornado met een windsnelheid van 484 km per uur. De tornado was een EF5 op de schaal van Fujita, dat het hoogste niveau is. De Moortornado was een enorme natuurramp. Duizenden mensen verloren hierdoor hun huizen. 36 mensen kwamen om en de schade die de tornado had veroorzaakt werd geschat rond de 1 miljard. Toenmalig president Bill Clinton tekende een rampverklaring en gaf het bevel om staatshulp te bieden aan de inwoners van de geraakte gebieden. In 2013 was het weer raak. Een nieuwe EF5-tornado vloog over de eerder geraakte gebieden. Grote delen van de heropgebouwde steden en dorpen werden weer naar de grond gebracht en dit veroorzaakte, net zoals de tornado in 1999, grote schade. In 2013 stierven er 24 mensen door de tornado en in 1999 waren dat er 36. Een temperatuurschommeling van min 20 graden naar 7 graden, in een mum van tijd. Op 22 januari 1943 werd deze bizarre gedachte werkelijkheid in het Amerikaanse stadje Spearfish. Het abnormale weer zorgde ervoor dat de glazen schuiframen uit het niets barsten en dat auto's opeens bevroren, waardoor de bestuurders hun voertuigen meteen aan de kant moesten zetten. Overal in het land werd dezelfde dag nog over deze bizarre gebeurtenis gesproken. Volgens een weerdeskundige genaamd Susan Sanders kreeg de temperatuurverandering zoveel aandacht omdat het midden in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Het was een lichtpunt in een donkere tijd, zou je kunnen zeggen. Susan Sanders verklaarde dat de temperatuurschommeling ontstond doordat de warme lucht uit het westen de koude noordoostelijke wind in een zeer korte tijd verdrong. Hierdoor werd het dus opeens een stuk warmer. De inwoners van Spearfish zijn erg trots op het record. Ze herdenken het zelfs eens in de paar jaar. In Nederland krijgen we er niet vaak mee te maken, maar als het eens gebeurt, dan haten we het. Ik heb het over hagelbuien, en ondanks dat Nederlandse hagelstenen irritant zijn, valt het nog reuze mee vergeleken op andere plekken. Zo viel er bijvoorbeeld op 6 juni 1998 hagelstenen met een diameter van bijna 10 centimeter op verschillende plekken van Nederland.
Maar dit stelde, vergeleken met wat voor hagelstenen er op 23 juli 2013 in het Amerikaanse plaatsje Vivian naar beneden vielen, erg weinig voor. Op die plaats en op dat tijdstip viel een hagelsteen met een diameter van liefst 20 centimeter en tot op de dag van vandaag is het de grootste van zijn soort geweest. De steen had een gewicht van 760 gram. Stel je voor, je loopt rustig over straat en zo'n mega hagelsteen valt op je kop. Nou, mocht je het kunnen navertellen, dan zal het in ieder geval niet je leukste ervaring zijn. Extreme hagelbuien richtten daarnaast ook grote schade aan. Zo vielen er op 23 juni 2016 in Someren en Lexchestel hagelstenen met een grootte van 10 centimeter. En deze stenen zorgden voor een schade van liefst 500 miljoen. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je hem leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!